Nieuwe video vandaag. Ja, ik begin weer in de garage. Nou, ik wil iets eerder beginnen, omdat ik dus straks naar een verjaardag toe moet en zo. Dus ik moet ongeveer om 3 uur op zich zonder stadswagen zijn. Dat komt goed, dus voor die tijd ga ik nog even omreizen. Dus ik dacht, daar ga ik even een video van maken. Dus we gaan nu eerst in de city. Ja, ik was rond 8 uur al weg of zo, maar daar red ik dus niet. Dus we nemen de trein van 10 uur, 4 voor 10. Dus veel later dan gepland, maar we doen het wel. Let's go. Nou, coupé voor mezelf. We gaan nu naar Zwolle, want deze trein rijdt dus niet rechtstreeks. Ik geloof daar hangt de lijn, heb ik niks aan. Ik wil nu naar Utrecht, dus we moeten nu eerst overstappen in Zwolle. Schiphol Airport, Leiden Centraal en Den Haag Centraal Station. Zodra we te Zwolle kunt u over. Zodra we eerst Zwolle. Ja, we komen nu aan in Zwolle. Ik ga hier niet filmen, want ik denk dat het echt intens druk is. Dus we gaan zo naar de trein naar Utrecht. Met deze ICM gaan we naar Amersfoort, Utrecht. Tweede keer dat ik het zeg, maar ik hoop dat we de video nu normaal kunnen voortzetten. Het is film 2 derde generatie. Die dingen worden allemaal gemoderniseerd, daar ben ik heel blij mee. Het was echt propvol net in de Intercity Amersfoort naar Utrecht. Maar dus zo waren de film 2 derde generatie mee, daar ben ik blij mee. Deze Intercity gaan we naar Arnhem en vanuit daar hoop ik dat we de video gewoon normaal kunnen voortzetten. Want het blijft het zeggen, maar echt alles gaat fout vandaag, echt om alles. Nou ja, ruiten zijn ook nog eens smerig. Misschien in vervolg gewoon weer met Arriva reizen. Ik ben ook echt helemaal niet gemotiveerd van dit. Maar goed, doe het voor jullie. Ja, ik ben er echt helemaal klaar mee nu al. Nou, vorige keer was het een mist, waardoor ik geen timelapse kon maken. We zijn in de raam dom smerig, heb ik toch niks aan. Deze vertraging hebben we zo'n 48 minuten overstap in Arnhem Centraal. Mooi. Het enige leuke van vandaag, we krijgen we straks, nadat we 48 minuten onszelf moeten vermaken in Arnhem, die zon geven wij mee. Nou, dat is tenminste leuk. Op naar Arnhem. Kijk, ik vind het wel de klomp. Ik zie niks van, de ramen zijn vies. Thank you.
ik ben er echt helemaal klaar mee. Nergens zo'n graf om te zal vinden. Ja, staat nu hierin. Ik ga maar naar die poortjes. Dan kom ik nu een tegen. Het is geen idee wat ik in die 48 minuten moet doen. Althans, het duurt nog alleen maar half uur of zo voordat het ding er überhaupt aankomt. Dus geen idee wat ik hier ga doen. Er komt hier ook niks nu. Dus ik ga me mooi vervelen weer. Nou, het ding is er hoor. Nou, Ernest liet zich duidelijk niet van zijn beste kant zien vandaag. Dus we gaan het nu met Arriva proberen. We hopen dat dat wel goed gaat. Dus met deze GTW gaan we naar Tiel. Op Heusden, Kesteren en heeft als eindbestemming Tiel. Reis u met de OV-chipkaart, zorg er dan voor dat u heeft ingecheckt. Wij wensen u een goede reis. Nou, zo waar we nu op doen. We gaan nu naar Tiel. Maar dit kleine ding, die GTW 2.6, heeft niet eens een toilet. Dus ik hoop dat in de SLT naar Utrecht straks, dat dat toilet het wel doet. Anders heb ik een groot probleem. Op naar Tiel. Nu in Tiel, we gaan nu met de NS verder. Ja, de Arriva GTW zit daar. We gaan nu helemaal naar Utrecht Centraal naar de zin. Tot zo. Ja, zon. Nou, al die carnaval mensen zijn uit de trein gezoden, knijterd. Bom, staat er nu echt bomvol. Die gaan nu de sprinten naar Den Bosch of zo. Nou, zijn we daar ook weer vanaf. We gaan nu dus naar Utrecht Centraal toe. We zijn nu in de Geldermalsen. Deze comfortabele ICM gaan we naar Zwolle. Dat is nog wel rennen, want onze trein net had dus weer vertraging. Ja, het blijft dus NS. Dus. Nou. Op naar Zwolle.
Ja, ik ben nu dus weer in Meppel. Want het was eigenlijk had een verjaardag. Dus nou, ik ben nu weer hier met de auto hierheen. Moet ik nu mijn fiets ophalen. Ik vergeet de auto op te nemen. Dus dat doe ik nu even. Vonden jullie het een leuke video? Ik in ieder geval niet om te maken. NS, graf NS, een prutsrail. En ik wil wel Arifa bedanken voor een mooie ervaring met de oude GTW. Ja, NS en ProRail. Bedankt voor het verspillen van mijn tijd. Mooi. Mijn wekker gaat morgen om 6:30. Nou, tot de volgende video.